Op de Internationale Dag van de Jeugd werd in Brussel onder goedkeurend oog van Zijne Majesteit Koning Philippe en Cabinet Rapster Sien het klein duimpje uitgereikt. Met deze erkenning wil de Vlaamse Jeugdraad, een persoon of organisatie die zich verdienstelijk maakte met, voor of door jongeren, in de bloemetjes zetten. Uiteindelijk was het Karoo die het klein duimpje mocht ontvangen voor een project The Battle. Deze prijs is voor ons een erkenning van ten eerste ons werk, maar vooral van de kracht van al die jongeren die in de battle hebben georganiseerd. Die battle was ons project naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezing van 2012. We hebben een debattenweekend georganiseerd waarin wij jongeren hebben opgeroepen om tijdens hetzelfde weekend, enkele weken voor de verkiezingen, een debat te organiseren met hun lokale politici over hun thema's, over hun noden, over hun zorgen eigenlijk. En wij hebben dan een pakket aangeboden om zo'n debat zo gemakkelijk mogelijk te organiseren. En zo eigenlijk geprobeerd jongeren wakker te krijgen voor het zelf organiseren van een debat. En dat is heel geslaagd. Naast Karoo waren er met Stamp Media en de Kortrijkse Jeugdraad nog twee andere finalisten. Lander Picard, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, verduidelijkt waarom Karoo met de hoofdprijs naar huis ging. Wel, ons klein duimpje is een prijs voor een dappere strijder die zich het afgelopen jaar enorm hard inzette voor kinderen en jongeren in Vlaanderen. Met jongeren en vertrekkend vanuit die kracht van die jongeren. Die battle zette een ongeziene beweging in gang in Vlaanderen. Ze ondersteunde jongeren om in debat te gaan met hun politici, hun lokale politici tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Elke jongere kon echt zelf gaan kiezen op welke manier hij of zij in die debat ging met die politici. En dat maakt voor ons die battle tot het echt klein duimpje, winnaar van klein duimpje. Eens alle prijzen uitgedeeld, werd er nog getoast op de overwinning. En ook daar was onze koning vanzelfsprekend graag bij.